Een lekkende zwembadvloer, oude voegen, loslatende tegels, een pomp van 40 jaar oud. Het bad van Speeltuin Tuindorp is dringend aan vervanging toe. Op verschillende plaatsen in het zwembad zijn tegeltjes die loslaten. En dat komt omdat 40 jaar geleden is het bad neergelegd. En ja, het slijt op een gegeven moment. Afgelopen winterperiode is het bad leeg geweest, hebben we alles geïnspecteerd. Ja, het bad is gewoon aan vervanging toe eigenlijk. De vraag is natuurlijk, wat gaat het allemaal kosten? Nou, de tegels aan zich, dat gaat rond de 30.000 euro kosten. En de installatie van het zwembad, dat staat daar in het pomphuisje. Daar staat een pomp in en een filter. Die moet ook vervangen worden en dat gaat ongeveer 20.000 euro kosten. Dus totale kosten ongeveer 50.000 euro. Geld is er niet, maar daar hebben de tuindorpers wat op gevonden, vertelt vrijwilliger Astrid. We gaan dus symbolisch tegeltjes verkopen. En dat kost dus 5 euro per tegeltje. En dan krijgt u een eigendomsbewijs, krijgt u dan mee. Pure noodzaak dus, want geld is een structureel probleem. Ja, alles wordt door vrijwilligers gerund. En alle gelden die we binnenkrijgen, dat zijn uit de donaties. En door de contributies en de entreegelden. En daar moeten wij onze inkomsten, halen wij daaruit. En daar moeten wij alles van betalen. En hoe komen we nou aan zo'n tegel? Facebook en de site. En daar staat dus een bankrekeningnummer. En daar kunt u 5 euro overmaken.